Ik ben Luc Herbots, geboren in Rungst tegen Hasselt, priester van het bisdom, gewerkt in de Tongeren en zo Maasmechelen en sinds 1 september in Genk. Aanstaande zondag word ik aangesteld tot de nieuwe deken van het grote dekenaat Genk, Zutendaal, Asse, Maasmechelen, Lanaken. We zeggen dikwijls, we willen inzetten als kerk op de drie V's: verbinden, verdiepen, verbreden. Verbinden, mensen samenbrengen, onze bijdrage leveren aan een warme samenleving. Verdiepen, iets aanreiken aan de vele zinzoekers van deze tijd. Verbreden, naar buiten als kerk, samenwerken met vele mensen van goede wil. Ik geloof dat dat een beetje nieuwe adem, wat nieuw enthousiasme kan brengen in onze geloofsgemeenschappen. Enkele weken terug was het in het nieuws. We zagen een kans om een winkelpandje aan te kopen in de shopping. Het deed heel veel deugd hoeveel mensen enthousiast daarin meestappen. Mensen die zeggen dat moeten we doen als kerk, aanwezig zijn waar de mensen zijn, niet vanuit een stukje machtspositie. Maar gewoon luisterend, dienend, in dienst van het geluk van de mens. Dat is een leuze die we heel vaak herhalen. Een aantal priesters, diakens, verkleind in onze parochies.
Gelukkig komt er ook een beetje ruimte om in het officiële benoemde kader ook een aantal leken te benoemen. Maas Mechelen Noord is een leek benoemd als eindverantwoordelijke van de federatie. We hebben een voltijdse decanale secretaris, er is een halftijdse zangverantwoordelijke. Op die manier kan er ook een beetje professioneel kader worden gewaarborgd. Maar de kerk wordt meer en meer gedragen door vrijwilligers. En gelukkig zijn die er ook heel veel mensen die vanuit hun hart het beste van zichzelf geven in dienst van onze geloofsgemeenschappen. Met velen samen gaan we op weg, goed wetende dat het niet allemaal gemakkelijk is, maar ook goed wetende dat we iets moois aan te reiken hebben aan de mensen in deze tijd. Met velen op samen op weg in onderlinge verbondenheid, mogen dat de grondtoon zijn van deze viering.